Nog even over Chris Woerts, de malle appie van dit programma. Natuurlijk wordt er hier achter de schermen ook heus wel eens getwijfeld aan Chris Woerts. Is hij wel helemaal goed? Kun je hem wel tussen het publiek zetten? Is hij gevaarlijk? We weten het niet. Daarom zit hij ook altijd op die kruk en mag hij nooit aan tafel. Het is de clown waar niemand om lacht. De jongen die als laatste wordt gekozen op het schoolplein. De appel met dat rotte plekje. De vrijwilliger die je als eerste wegstuurt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het kan altijd erger. Vergeleken met Joep Schreuder is Chris Woerts een lieve, normale man. Joep Schreuder was altijd al vreemd. En dan zeg ik het vriendelijk. Maar bij dit WK is hij helemaal los. Is het een dier? Is het een ding? Komt het van een andere planeet? Nee, het is Joep Schreuder van de NOS. De hele journalistieke carrière van Joep Schreuder berust op één groot misverstand waar hij zelf in is gaan geloven. Kijk naar dat hoofd, dat hele wezen, die veel te grote kinderhanden waarmee hij met zijn microfoon in het beeld wappert zodra hij begint te wauwelen. Aan een zin beginnen zonder te weten waar de woordjes naartoe gaan. Denken dat een microfoon iets is om in te blazen. Altijd zelf in beeld, niet in staat zichzelf weg te cijferen voor het grotere geheel. Het liefst zie ik Joep Schreuder op een groot leeg plein, voor of nadat er iets moest gebeuren. En dat hij daar helemaal alleen een paar open deuren intrapt. Dat je hem even kwijt wilt op de redactie begrijp ik. Maar hoezo is het een goed idee om Joep Schreuder naar een ver land te sturen? Joep Schreuder is meer Nederlander dan u en ik. Joep Schreuder spreekt helemaal geen buitenlands. Hij kachelt gewoon op zijn Schreuders wat mee. Ik stel me zo voor dat hij in taxis gewoon vraagt hoeveel grabbels het is. Ik denk bij Joep Schreuder nooit aan een diepgaand interview. Ik denk aan een peuk in een bord puree. Aan een trui met vlekken. Aan een loopse hond die ze voor de lol een kerstmis met lichtjes hebben opgezet. Dat hoofd van Joep Schreuder is helemaal niet bedoeld om te praten. Daar moet je Mexicano's in stoppen. Joep Schreuder is de ongekroonde koning van het volk van Laaf. Mijn minderjarige dochters mogen niet naar de NOS-programmering rondom wedstrijden kijken vanwege Joep Schreuder. Ik ben bang dat het hun manbeeld vertroebelt. Dat ze het normaal gaan vinden dat een Brabantse gehaktbal wartaal uitslaat naar topvoetballers. Stuur hem naar het front. Laat hem latrines schoonspuiten. Voer hem aan de Nepalezen. Maar hou hem weg bij voetballers. Joep Schreuder heeft inmiddels voor zoveel gênante televisie gezorgd dat het niet eens meer opvalt. De keeper van het Amerikaanse elftal die hij naar Iran-Amerika toebeet dat hij Dutch is. Het is plaatsvervangende schaamte. Het is alles wat je niet wilt zijn. Maar het kan natuurlijk best dat die man nu van slag is. Als die zaterdag over een bal heen duikt, komt dat door Joep Schreuder. Dan moeten we hem dankbaar zijn. Dan krijgt hij naar de wereldtitel een standbeeld op een sombere plek. Tegenover de McDonald's in Breda. Op een parkeerplaats bij een hospice. Of in de achtertuin bij Chris Woerts. Ja, en ik... Ik moet jou zeggen, dit hoeft Joep Schreuder niet persoonlijk te nemen. Nee, hè? Totaal niet. Totaal het had niets met vernederen of zo nee, te maken. Helemaal niet.